Vingers in de oren vanmiddag bij Hollandspoor en in de rest van de stad. Chauffeurs van HTM drukken minutenlang op de toeter. Ja, ik heb de passagiers wel even geïnformeerd. En daarna lekker bellen. Ja, hopelijk heb het effect. Daar doen we het toch allemaal voor. Bonden en de HTM-directie praten al een tijdje met elkaar. HTM zegt aan bijna alle eisen te voldoen, maar het bedrijf wil verdere loonsverhoging koppelen aan klanttevredenheid. En dat is volgens de vakbond oneerlijk. Daar zijn wij op tegen. We willen een structurele loonsverhoging. En het koppelen van de klantwaardering aan de loonsverhoging van de werknemers maakt dat het heel erg incidenteel van karakter is. Bovendien hebben werknemers heel weinig sturing op de klanttevredenheid. Ze zitten in een afgesloten cabine. De klanten kunnen niet tegen de chauffeurs of tegen de bestuurders praten. Dus daar hebben ze verder geen invloed op. Ja, het is een beetje irritant, weet je wel, maar het is voor hun wel de beste manier. Ze staken voor een beter loon. Wat vind je van de manier waarop ze dat nu doen, met die herrie? Ja, het zorgt alleen voor overlast, maar of ze een hoge lonen door krijgen, dat weet ik niet zeker. Ik denk het eigenlijk niet. Maar ik vind het een beetje onnodig, want als je gaat staken, ga dan naar de regering of ga dan naar de gemeente. Kom dan niet hier om een beetje overlast te veroorzaken. Wat de reiziger er ook van vindt, de bonden beraden zich op dit moment op meer acties. Voorlopig zijn ze publieksvriendelijk, maar waarschuwt de vakbond? Het kan zo zijn dat als de acties verder vorderen, dat het publiek toch enige hinder ondervindt. Zoals een staking bijvoorbeeld? Ik sluit niks uit.